Ik ben Aaron Hofman en ik studeer hier in Wageningen Universiteit Management, Economics en Consumer Studies. En hiervoor heb ik al economie en beleid gestudeerd hier. Mijn naam is Stefan van Merrienboer. Ik ben student aan de Wageningen Universiteit. Hier studeer ik Management, Economie en Consumer Studies. En hiervoor heb ik de Bachelor Economie en Beleid gedaan. Nou, veel van mijn studiegenoten gaan in het buitenland op stage. Bijvoorbeeld naar Brazilië, India, China, Ethiopië, Zambia of Servië. Ik ga stage lopen dit najaar in Amerika, in Washington, bij de Wereldbank. Ik ga per 1 augustus op stage in de Verenigde Staten. Ik ga daar stage lopen bij de Nederlandse ambassade in Washington DC. En dat ga ik doen voor 6 maanden. Ik ga bij de Wereldbank een onderzoek doen naar de effecten van klimaatverandering op huishoudens in Bangladesh en West-India. En met name ga ik kijken naar de rol die sociaal kapitaal en informele netwerken spelen in het al dan niet doen van investeringen in maatregelen die je weer beschermen tegen de risico's van klimaatverandering. Aan de ene kant ga ik een waterseminar mee helpen organiseren waarin Nederlandse kennis en expertise onder de aandacht wordt gebracht van het Amerikaanse bedrijfsleven. En daarnaast ga ik Nederlandse agro-investeringen in de VS inventariseren en daarnaast visualiseren met behulp van computersoftware. Nou, ik hoop natuurlijk in een hele professionele omgeving veel ervaring op te doen. Misschien een wat netwerk opbouwen voor na mijn studie, zodat ik toch in die internationale context kan blijven werken. Want dat spreekt me heel erg aan. Nou, ik heb enorm veel zin in natuurlijk. Het is een unieke kans die ik geboden krijg. En die hoop ik natuurlijk met beide handen aan te grijpen. Vooral de overgang van het studerende leven naar het wat meer werkende leven lijkt me heel erg interessant en ook spannend om alvast mee te maken.